Universiteit van Nederland. Al geruime tijd is er een ware jacht gaande op stikstofruimte. Stikstof. We hebben er veel te veel van. Het grote struikelblok in Nederland. Schiphol moet officieel het aantal vluchten gaan beperken. Bouwen zonder uitstoot is een noodzaak geworden. De veestapel in Nederland zal kleiner moeten worden. Of je dat nou leuk vindt of niet. Vakantiegangers, onze huizenbouwers, de boeren. Eigenlijk heeft iedereen last van stikstof. Maar degene die er het meest onder leidt is onze natuur. Allerlei planten die weggeconcureerd worden door soorten die beter om kunnen gaan met die grote hoeveelheden stikstof. En die verdwijnen dan. Dat werkt dan weer door in het voedselweb, Dus ook allerlei insecten die uh, samenhangen met die planten. Die verdwijnen dan ook. En dat kan dus ook weer doorwerken bijvoorbeeld naar de vogels die die insecten. We eten. Stikstof bedreigt onze natuur en daarom moeten we haar beschermen. Tenminste, dat hebben we afgesproken in Europa. Onder de naam Natura 2000 worden alle EU-landen verplicht om bepaalde natuurgebieden extra goed te beschermen. Een ambitieus plan, maar hoe werkt het in de praktijk en hoe goed doet Nederland het? Spoiler, we zijn zeker niet het braafste jongetje uit de klas. In deze aflevering neemt milieuwetenschapper Raoul Beune van de Open Universiteit ons op pad door onze Natura 2000. Natura 2000-gebieden, dat zijn natuurgebieden die vanuit een Europees perspectief gezien belangrijk zijn en waarvan Nederland heeft gezegd: van oké, die gaan we specifiek beschermen om te zorgen dat wij eh, als Nederland bijdragen aan het stoppen van die achteruitgang van biodiversiteit en ook eh, toewerken aan herstel van natuur. En in de Natura 2000 gebieden vinden we door heel Nederland. Dus het gaat om uh, grote bekende gebieden zoals de Waddenzee, de IJsselmeer. Uh, grote delen van uh, de kust, de duinen, maar ook de Veluwe, de Peel en allerlei kleinere gebiedjes uh, verspreid door heel Nederland. En dat kan gaan om uh, kleine bosjes, bijzondere graslanden, uh, veengebiedjes. Al die Natura 2000 gebieden worden nauwlettend in de gaten gehouden en extra beschermd door de wet. En dat betekent dus als er nieuwe plannen zijn, nieuwe activiteiten, dan moet gekeken worden van okay, heeft dat negatieve gevolgen en alleen onder bijzondere omstandigheden mag je iets toestaan wat mogelijk negatieve gevolgen heeft. Dus bij die nieuwe activiteiten dan kan het gaan over uitbreiding van veehouderijbedrijven... de aanleg van wegen, snelwegen, de bouw van woningen. Het zijn allemaal activiteiten waar stikstofoxide, zoals dat dan zo mooi heet, vrijkomen. En die zorgen voor die neerslag van stikstof in beschermde natuurgebieden. Natura 2000-gebieden vind je door heel Europa. Allemaal aan elkaar verbonden in één groot netwerk van natuurreservaten. En dit idee van zo'n natuurnetwerk... Komt uit ons eigen kikkerlandje. Het idee van Natura 2000 komt heel erg voort uit de ideeën die in Nederland in de vorige eeuw een belangrijke rol speelden in het natuurbeleid. Dus er was heel veel ecologisch onderzoek, en dat liet zien dat natuur kwetsbaarder wordt als het nou ja, versnippert in kleinere gebiedjes die niet meer verbonden zijn en waar soorten ook lastig van A naar B kunnen komen. Ja, en het idee was, oké, okay, om dat proces om te draaien, gaan we gebieden weer vergroten en gaan we ze verbinden. Gaan we inzetten op het realiseren van een natuurnetwerk. Dit idee nam Nederland mee naar Europa. Zo waren wij koplopers natuurbeschermen en legden we een Hollandse basis voor het Natura 2000-netwerk. Ja, dus toch het braafste jongetje uit de klas. Die ambitie om, om nou, koploper in een natuurbescherming te zijn... of in ieder geval een voorloper... dat is zo rond de eeuwwisseling met het eerste kabinet balken... en dan is dat helemaal omgedraaid. Dus waar het voorheen was van we willen ja, dit gewoon goed doen... we willen problemen oplossen, we willen zorgen voor... Ja, wat we nu dan zo noemen een, een duurzame toekomst... is toen heel erg omgedraaid van oké, okay, we, we hebben verplichtingen... daar kunnen we niet onderuit... maar hoe kunnen we nu onze inspanningen minimaliseren ja dat we wel nog een soort van voldoen aan die verplichtingen, maar dat we er ook niet te veel last van hebben als we allerlei andere activiteiten willen uitvoeren. Van koploper naar ontloper om zo min mogelijk last te hebben van die Natura 2000 gebieden heeft Nederland een truc bedacht. En wat Nederland ja, toch wel, wel heel bewust heeft gedaan dus van kijk, welke doelen moeten we nu aan bijdragen vanuit ons land? En hoe kunnen we die zoveel mogelijk op één gebied projecteren? En wat je dan ziet, is dat Nederland dus heel weinig gebieden heeft aangewezen, met name op land. En vooral gekeken, oké, okay, we hebben een aantal grote watergebieden. Die, die zijn ook vanuit natuur belangrijk, dus die wijzen we aan. Maar op land doen we eigenlijk zo min mogelijk. We wijzen die gebied, zo min mogelijk gebieden aan en zo weinig mogelijk oppervlakte. Ja, en studies laten eigenlijk keer op keer zien dat dat te weinig is om die doelen van tegengaan verslechtering en, en zorgen voor herstel daadwerkelijk te realiseren. In vergelijking met de rest van Europa bungelen we als Nederland onderaan de lijst. We hebben de minste Natura 2000 gebieden. En daarbij, Nederland focust zich nu alleen nog maar op die paar Natura 2000 gebieden. De rest van de natuur, die zijn we daardoor minder gaan beschermen. Voorheen waren alle natuurgebieden in Nederland beschermd. En op een gegeven moment heeft men gezegd: van ja, die niet-Natura 2000 gebieden hoeven we niet wettelijk te beschermen van Europa. Dus daar stoppen we mee. En dat betekent dat daar in die niet-Natura 2000 gebieden ineens meer mag. Er mag bijvoorbeeld meer gebouwd worden. Recreatie, productie, bossen. Dus allerlei activiteiten die allemaal een klein beetje gevolgen hebben voor. Natuur in die gebieden, maar opgeteld ervoor kunnen zorgen... dat ja, die kwaliteit van die natuurgebieden onder druk komt te staan... en soms zelfs verslechtert. Dus alleen die Natura 2000-gebieden zijn niet voldoende. En als het echt een soort kleine, geïsoleerde gebiedjes worden... met heel veel negatieve invloed vanuit de omgeving... weinig andere natuurgebieden daaromheen, uh, het oppervlakte is uh, te klein... Ja, dan komen soorten daardoor onder druk te staan... en werkt dat hele idee van Natura 2000 niet... Als zelfs internationale wetten en een plan als Natura 2000 ons groen niet goed beschermen, is er dan nog wel hoop voor onze Nederlandse natuur? Om natuur in Nederland de ruimte te geven, te zorgen dat veel van die problemen en discussies die we nu hebben verdwijnen, is het ontzettend belangrijk dat de overheid ja, die problemen die er zijn gaat aanpakken, daar ook kijkt naar hoe kunnen we dat doen in samenhang met elkaar. Dus niet alleen kijken naar stikstof, maar ook naar verdroging, klimaatverandering, versnippering en dat ook doen in samenhang met nou ja, allerlei andere activiteiten, zorgen voor een Perspectief voor de landbouw, hoe moet die er in de toekomst uitzien? Welke mogelijkheden zijn er om natuur en landbouw te verweven, te combineren, te zorgen dat die druk van landbouwactiviteiten op natuur minder wordt? Hoe combineer je het met mogelijkheden voor recreatie en eigenlijk ook de wens om juist meer ruimte voor, voor mensen om te recreëren in de natuur? En dat betekent naar mijn idee ten eerste inzetten op een vergroting van ons oppervlakte natuur. Dat we iets doen aan die grote drukfactoren, zoals stikstof en verdroging, pesticiden. Ja, en eigenlijk ook veel beter uitleggen waarom die natuur voor Nederland zo belangrijk is. En niet alleen omdat uh, we het natuur belangrijk vinden, gewoon omdat die er is, dat we daarvan kunnen genieten, maar ook voor die diensten die ons levert. Denk aan schoon water, maar ook. Bestuiving, dus allerlei insecten die zorgen voor bestuiving ook van voedselgewassen. En zo kun je allerlei dingen bedenken. En er zijn allerlei onderzoekers die kijken, oké, okay, wat zijn nu precies die diensten, hoe belangrijk zijn die voor ons? En ja, die onderzoeken laten ook zien dat als die ecosystemen, die natuurgebieden verslechteren, dat ook de diensten die geleverd worden, waar wij als mensen van profiteren, minder goed of zelfs helemaal niet meer geleverd kunnen worden. Uh, en daarmee heeft ja, die, die verslechtering van natuur ook een, een groot gevolg voor, uh, voor mensen. Die achteruitgang van natuur: en, uh, dat maakt het soms ook lastig. Dat is een heel geleidelijk proces. En soms zie je als maatschappij pas dat iets verdwenen is. Als het echt verdwenen is. En dan kunnen ecologen die die soort in de gaten houden wel constant aan de bel trekken van hé, hey, die soort gaat achteruit en hij komt onder druk. Maar dat zijn signalen die relatief makkelijk genegeerd kunnen worden en ook in praktijk vaak genegeerd worden. Ja, totdat het te laat is en iets echt verdwenen is. En dan zegt u hé, hey, dat is toch wel jammer. Waarom hebben we niks gedaan om dat te voorkomen? En Natura 2000 helpt daar een beetje bij. Bedankt Raoul en jij bedankt voor het luisteren. Wil je precies weten hoe stikstof hier ooit zo'n groot probleem heeft kunnen worden? Check dan aflevering 606. Je vindt ook een linkje naar deze aflevering in de beschrijving van deze podcast. Tot de volgende.